Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, een hele goede morgen, dames en heren. Van harte welkom. Wat fijn dat je erbij bent. Welkom op dag 3 van de Summer Sales Festival bij de Busho Networking Week. Deze week hebben we het over de Busho Networking Thuisstudiecursus. Deze week hebben we het over netwerken. Gisteren heb ik het al uitgebreid over gehad. Over eigenlijk waar het niet over ging, namelijk over de ode aan Sophie. Ode aan onze dochter Sophie, die 10 is geworden. De dag daarvoor hebben we het gehad over wat is nou netwerken? Wat kan je nou doen om je effectief daarmee aan de gang te zijn? En vandaag ga ik het hebben over de 5 meest gemaakte fouten. Noem het 5 blunders van ondernemers tijdens het netwerken. Want dat gebeurt wel heel vaak. Oké, ik ben redelijk bekend in de netwerken scene en ik ben naar een heleboel netwerkborrels gegaan, naar netwerktrainingen. En ik zie het steeds vaker gebeuren. Sorry. Ik wilde me inhouden door de hoest te praten. Dat werkt dus niet. Even langzamer praten. Wat ik dus gebeurt bij netwerkborrels, netwerktrainingen, gelegenheden, dat ondernemers continu deze blunders maken. Dus wil je deze blunders niet maken, dan heb ik hier 5 de grootste blunders die ik om me heen zie, die ik zelf gemaakt heb. Ik ben er zelf behoorlijke debet aan geweest. Heb ik voor je op een rijtje, dat ga ik zo meteen over hebben, alright? Vandaag zitten we, nou ik wil als eerste, laat ik het mijn netwerk bedanken, jou mijn lieve podcastluisteraar bedanken, want we zitten vandaag op 123.386 downloads. Dankjewel. Thanks a lot voor alle downloads. Ongelooflijk, we gaan richting de 125.000 downloads. Mega dankbaar voor ieder download. Dat kan betekenen dat een leven kan veranderen. Daar geloof ik heilig in. Daarom ben ik hier iedere ochtend om 10 uur om jou te helpen met je passion, purpose en potential. Alright, dat is het doel van deze Daily Business Boost live en podcast training. Alright, en laten we meteen beginnen. Als we het toch hebben over training. Quote van de dag. Netwerken is net werken. Met andere woorden, je kunt niet passief netwerken, dames en heren. Als je wil leren netwerken, dan is het een actieve houding nodig. Okay? Netwerken is niet, oh, ik ga achterover leunen, ik ga even over nadenken wie ik met elkaar kan introduceren of kan verbinden. Nee, netwerken is, terwijl je dan aan het doen bent, ben je aan het netwerken. Dus onthoud dit alsjeblieft. Netwerken kun je niet passief doen. Er is niet een passief netwerkinkomen. Je kan niet passief zeggen, oh, ik ga dat doen, dan komt wel iets uit. Nee, netwerken is echt het doen, het opdoen, het contact leggen, het aftasten, het introduceren, het aan elkaar voorstellen, het leren kennen, het onderhouden van je contact op een actieve manier. Oké, onthoud dit. Want dan ga ik het hebben over de 5 blunders die hiermee te maken hebben. Blunder nummer 1, wat ik vele ondernemers doe, is ze verwarren netwerken met verkopen. Oké, dit gebeurt heel vaak. Want netwerken kan het begin van sales zijn, absoluut. Netwerk kan een van de strategieën zijn om iets te gaan verkopen. Alleen het is niet een salesproces, oké? Sommige ondernemers verwarren het netwerken met een salesproces alsof je aan het verkopen bent. Dus ik ben heel vaak uitgenodigd voor een kopje koffie. Dan denk ik, hey, we gaan netwerken met elkaar, dus we gaan elkaar beter leren kennen. En wat ik aan de andere kant van tafel merkte, is dat diegene bezig was om zijn of haar product aan mij aan te smeren. Nou, ik zal je vertellen, er is geen enkel gevoel wat nog minder leuk is dan dat gevoel dat je aan de tafel zit met iemand waarvan je dacht, hey, we gaan lekker een kopje koffie drinken. Ik ga je leren kennen. Ik ben benieuwd wie je bent, wat je doet, met wie je zaken aan het doen. En dan zelf gepitcht gaan worden voor 1 of 2 of 3 andere producten. Oké, dat is niet netwerken. Netwerk is geen sales. Oké, net als dat sales geen netwerk is. Als je een verkoopgesprek hebt, als je zover bent dat je met iemand een salesgesprek hebt, ga ook daarin niet netwerken.
Dat zou, dat allebei hebben wat overlappingen met elkaar, maar het is niet hetzelfde. Yes, het een kan begin zijn van het ander. Netwerk kan begin zijn om verkopen. Het is absoluut een strategie. Het is een van mijn betere strategieën. Door te netwerken kan ik mijn verkoop omhoog doen. Maar het is niet hetzelfde. Dus pas op dat je niet tijdens het netwerken jezelf gaat verkopen. Pas op dat je tijdens het netwerken niet je product gaat aansmeren. Pas op dat je tijdens het netwerken niet je product of dienst gaat promoten, oké? Want dat heet geen netwerken. Netgeven betekent geven. Netwerk betekent, wat kan ik voor jou doen? Niet andersom. Netwerken gaat altijd over de ander. Sales gaat altijd over jou. Netwerk gaat altijd over de ander. Onthoud dit alsjeblieft. Again, ik maak het metaforisch. Natuurlijk, sales gaat het ook om de ander te helpen. Maar dit is echt een wezenlijk verschil tussen netwerken en sales. Is gewoon heel simpel. Bij netwerken denk je aan de ander. Hoe kan je haar helpen, haar netwerk helpen, haar producten promoten. En bij sales gaat het om je eigen promotie. Oké, okay? Onthoud dit. Blunder nummer 1. Blunder nummer 2. Wat ik de meeste ondernemers die doe, als ze naar een event gaan of een training gaan of wat dan ook, dan gaan ze focussen op zoveel mogelijk visitekaartjes binnen te halen. Zoveel mogelijk mensen te leren kennen. Zoveel mogelijk gesprekken te hebben. Zo beschouwen ze het netwerk. Ja, netwerk is zoveel mogelijk mensen leren kennen. Nou guys, nee. Netwerk is niet focus op many. Het is niet gefocust op zoveel mensen. Het is focus op 1 of 2 misschien. Hooguit. Ik herinner me, toen ik naar Business Bootcamp ging netwerken, dat was het event wat om de 3 maanden georganiseerd werd, had je 1500 deelnemers. Het was heel makkelijk om te zeggen, oh, iedere pauze, nou ja, iedere dag had 4 pauzes, om continu te hard te gaan rennen en met iedereen te gaan netwerken. Het was hard te rennen en iedereen visitekaartjes te gaan uitdelen, oké? Heb ik nooit gedaan. Want ik had altijd een doel. Ik wil per dag 1 relatie. 1 nieuw iemand leren kennen. Per dag. Dus ik heb 4 pauzes om 1 nieuw iemand te leren kennen. En dat is een heel mooi doel. Want dat betekende dat ik niet als kop zonder kip overal naartoe was aan het gaan. Om met iedereen een half gesprek aan het voeren was. En vergat wie diegene waren. Oké? Okay? Had ik gewoon niet. Ik ging gewoon zitten. Ging gewoon mijn lunch maken. Ging eens zitten. Dan zat je aan tafel met mensen. Begon je gewoon te praten. En wat brengt jou hier? Wat brengt jou hier? Vanzelf kwam ergens een vraag. En wat doe jij hier? Wat brengt jou hier? You know? En dan heb je een keuze, dan heb je een tafelgenoten van 8, 9 mensen waarvan ik kan denken, oké, okay, in de volgende pauze ga ik met diegene naast zitten, oké? Okay? Dus pas op dat je niet tijdens het netwerken, je gaat focussen op heel veel mensen. Ik ga op iedereen focussen, want ja, daar zit het netwerk, want ik moet met zoveel mogelijk visitekaartjes terugkomen. Nee, guys. Ook al heb je maar 1 relatie, heb je de hele dag mee gepraat, dan heb je verdieping gecreëerd met de relatie, dat is je doel. Oké, okay? Dus pas op. Focus op 1 of 2 mensen bij het netwerken, niet op iedereen. Blunder nummer 3. Ja, als je gevraagd wordt, wat doe je? En dat je meteen je sales pitch klaar hebt. Zelfs dat niet, zelfs zonder dat ze je vragen, en wat doe jij? Dat je zegt, nou, ik ben die en die en dit is mijn sales pitch, you know? Pas op dan, mensen. Een mega blunder. Nooit, nooit, nooit. Ga nooit ongevraagd je pitch doen. Nooit. Ga bij blunder nummer 4 vertellen welke pitch je moet doen en geen sales pitch. Vergeet sowieso je sales pitch. Maar ik ken heel veel ondernemers. Ik heb nog niet gevraagd en zij komen met hun pitch. Ja, ik ben een coach of ik ben een therapeut of ik geef yogalessen. Misschien ken je iemand die last heeft van haar schouder of van dit. Ja, als je zelf je pitch gaat doen voordat ik je gevraagd heb, wat doe je? Ja, dat is niet handig, guys. Wat wel handig is natuurlijk vragen stellen. Zorg jij maar dat je bij netwerken diegene bent die vragen stelt. Diegene die vragen stelt is altijd in controle. Onthoud dit alsjeblieft, guys. Diegene die vragen stelt tijdens het netwerken is de baas over het gesprek. Heeft de controle over het gesprek. Weet je, zie hier mij met 784 live uitzendingen. Plus zoveel mensen die ik geïnterviewd heb. Diegene die vragen stelt, die heeft altijd de controle over het gesprek. En dat wil je zijn. Leer vragen stellen. Oké, okay, je kan best een aantal vragen uit je hoofd. Leren kennen zoals, hé, wat brengt jou hier maar? Waar ben je gepassioneerd over? Wat is zo al nieuw in je business? Wat zijn de ontwikkelingen in jouw business? Heb je geen last van daar en daarvan? Of hoe doe jij dat met de privé-werkbalans? Er zijn duizenden vragen die je kunt stellen. Zolang je vragen stelt die niet meteen je sales pitch gaat doen, oké? Okay? Want dat is blunder nummer 3. Ga ik over naar blunder nummer 4. Is het gebrek van hebben van een networking pitch. Ik heb het afgelopen maandag hier geleerd. Er zijn 6 stappen om je networking pitch te doen.
Hele simpele stappen. Weet je niet? Ga naar Boost Your Networking thuis de cursusdeal, oké? Ga naar aramikonline.com en koop voor minder dan 4 tientjes, koop gewoon de thuis de cursus. Dan leer je exact wat is de networking pitch. Die heb ik afgelopen maandag verteld. Die zit in het programma, zit in het pakketje. Want dan leer je daadwerkelijk om vanaf een andere kant je pitch te gaan doen. Vanuit je cliënt, vanuit de behoefte, vanuit de pijn van de toehoorder. Niet vanuit, oh, ik ben yogaleraar en ik geef yogalessen. En misschien wil jij mijn 10 stempelkaarten kopen. Whatever. Dat won't work. Dus zorg dat je hoe dan ook gaat werken met een networking pitch. Op de juiste manier. Met stap 1 is 2 vragen stellen. Stap 2 is pas je voornaam roepen. Niet je achternaam, ook niet je bedrijf. Gewoon je voornaam. En dan is stap 3, ik help. Stap 4 is ik geloof. Stap 5 is ik beloof. En stap 6 is, daarom heb ik een cadeautje voor je, oké? Bij mij zit het gewoon helemaal ingeramd. Ik weet niet of je het weet, bij mij zit het helemaal ingeramd. Dat wil je gewoon klaar hebben als iemand jou gaat vragen. En Aramiek, vertel dan, wat doe jij? Alright? Blunder nummer 4 en blunder nummer 5 is... Helaas zie ik dat vaak gebeuren als ondernemers al deze stappen goed hebben gedaan. Dan hebben ze vragen gesteld, zijn ze geïnteresseerd in iemand. Dan volgt een agressieve follow-up. Wat betekent dat? Dan gaat het via e-mail alsnog een sales pitch eruit. Gaat via e-mail alsnog een bericht eruit van... ja, nu zit je in mijn mailinglijst. Want erger, je wordt gewoon toegevoegd aan een mailinglijst... zonder dat je daarom gevraagd hebt. That's bad. Dat noem ik agressieve verkoop. Dat is gewoon agressieve verkoop. Je hebt mij gewoon bedrogen. Je hebt heel leuk gedaan alsof ik geïnteresseerd was. Nu sta ik in je mailinglijst. Hey, daar heb ik niet om gevraagd. Of je stuurt me gewoon alsnog een sales pitch... van wat je voor mij kon betekenen. Jezus, heb ik niet gevraagd. Wat is dan een zachte, juiste follow-up? Hey, heel simpel. Hey Aramiek, ik kwam je tegen tijdens training. Ik heb echt genoten om met jou te praten. Wat leuk wat je allemaal met je dochters doet. En wat gaaf in wat voor business je zit. Ik vond het fantastisch om je te ontmoeten. Ik hoop dat je wat uit de training hebt gehad. Anyways, je weet het. Als ik voor je iets voor je kan doen, laat hem alsjeblieft weten. Warme groet. Somebody. Oké, that's it. That's it. Of als je iets beloofd hebt. Of zoals beloofd, heb ik hier het e-book of heb ik hier het bestand... of heb ik hier gegevens van die en die en die. Alsjeblieft, ga ermee aan de gang en kijken wat het voor je kan betekenen. Doe diegene een groetjes en see you later. Dat is een zachte follow-up. Dat is hoe we dat noemen, hele nette follow-up nadat je elkaar gesproken hebt, oké? Zorg dat je dat gaat leren. Zorg dat je daarin gaat investeren. Again, it's all about intention, dames en heren. Networking is all about intention. Anyways, zoals ik zei, dit zijn de 5 blunders van ondernemers die aan het netwerk gaan. Blunder nummer 1, ze verwarren netwerken met sales. Blunder nummer 2, ze focussen op te veel mensen. Blunder nummer 3, ze gaan meteen een sales pitch afsteken als ze niet gevraagd iets gaan zeggen. Dus blunder nummer 4, ze hebben geen networking pitch gereden. Blunder nummer 5 is agressieve follow-up. Don't do this at home, zou ik zeggen, alright? Anyways, dit was het voor vandaag. Ik ga even de blessing of the day voor jullie erbij halen. En jullie weten het, ga naar aramikonline.com. Wil je meer leren over netwerken? Wil je mijn 11 beste netwerkstrategieën leren? En wil je mijn online training van Boost Your Networking krijgen? Ga naar aramikonline.com en dan ontvang je het pakket plus meer dan 8 trainingen, zoals de training van vandaag die in dat pakket bijgevoegd wordt, om iedere keer jou te gaan helpen. Iedere keer wordt dit pakket gewoon uitgebreid met relevante trainingen. Check aramikonline.com. Voor vandaag is het €37. Ook vanavond als je herhaling kijkt. Maar morgen is het €47. Onthoud dat. Vandaag is donderdag en morgen is vrijdag. Dus morgen is het €47. Niet zeggen dat ik het niet gezegd heb, oké? Zo, let's go. Even kijken, er is een kaart wat omgedraaid is. Let's go naar Blessing of the Day. The Blessing of the Day. Kijk, beautiful. Life is a journey, not a destination. Ralph Waldo Emerson. Yeah, prachtig mooie kaart. Life is a journey, not a destination. Volgens mij had ik die afgelopen maandag getrokken. Anyways, dankjewel lieve Chantal dat ik deze kaarten van je mag trekken. Kijk, life is a journey, not a destination. Check mixmediafan.nl als je deze inspiratiekaarten wil kopen. Check 21dayinspirationday.nl als je er gaat challenge mee gaan doen. Maar ga vooral naar chantalmeester.com, want dan heb je hier haar greetingscard. De normale prijs is €47 en het is voor deze hele maand is het, kijk, dat is een prachtig mooie envelop heb je. Dan heb je ook zo'n prachtig mooie greetingscard, je ziet het. Greetingscard is een staand in plaats van liggend. Kijk, de inspiratiekaarten zijn liggend.
en een greetingscard zijn. Staande plaatjes. En hier kan je zeggen, hier heb je weer een quote. Quiet the mind, the soul will speak. En dan heb je hier prachtige uitleg over de quote. En kan je hier iemand blij mee maken. Je kan allemaal aanzichtkaarten naar iemand sturen. Of je net van vakantie terug bent. Of dat je iets aan het doen bent. Hoe dan ook. Of een bedankkaartje. Je kan het vinden in deze prachtige, in dit prachtig mooie pakket. Ter waarde van €47. Check it out. Het is nu €17 via chantalmeester.com. Alright? Anyways. Dank iedereen die online heeft gekeken. Dank dat je live erbij was. Dit was het, guys. 5 blunders hebben we het vandaag gehad. En morgen ga ik je leren. 7 simpele stappen. 7 simpele strategieën. Laat ik het strategie noemen. 7 strategieën om effectief en doelgericht te gaan netwerken. Maar daar gaan we het morgen over hebben. Dank voor het kijken. Dank voor het luisteren. En see you morgen. Dankjewel dat je erbij was. Hasta luego, amigos. En maak er een prachtig mooie dag van. See you later. Happy networking. Hoi, hoi. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer, dames en heren. See you later. Tot morgen, 10 uur. De top 7 netwerkstrategieën. Alright, see you later. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Adios. Hoi, hoi.